Dat zangeres Anouk het Songfestival niet won, dat maakt ons allemaal niet uit, want in onze ogen was ze toch de beste. Maar nu is haar act alsnog in de prijzen gevallen. Haar achtergrondzangeres Shirma Rouse is door de organisatie uitgeroepen tot de beste achtergrondzangeres van Europa. Ja, we zien alleen Anouk, want zo gaat dat met achtergrondzangers of zangeressen. Ze blijven altijd een beetje op de achtergrond. Maar Anouk weet ook als geen ander dat Birds een stuk minder fraai zou klinken zonder haar achtergrondkoor. Hier meteen het bewijs. Shirma Rouse swingt de pan uit. Ze is alleen niet zo bekend als Anouk en dat is het lot van veel achtergrondzangers en zangeressen. So afraid, Fernando. We were young and full of life. Mandy Huids, ex-Kinderen voor Kinderen en ex-Frissel Sissel, is misschien wel de bekendste achtergrondzangeres van Nederland. Vooral door haar lange samenwerking met René Vroeger. Als je alleen de leadstem overhoudt, tenzij je kiest voor een liedje zonder koortjes. Ik zeg altijd koortjes, omdat dat zijn de harmonieën, de stemmen om de lead vocal heen. Dan blijft er inderdaad niet heel veel over, in het meeste geval. Alleen krijgt de backvocal altijd die ene vraag. Had je niet zelf een ster willen zijn? Die zijn er wel, maar er zijn ook heel veel achtergrondzangeressen die zeg maar vakidioten zijn en ja, meer onderdeel van de band zijn. En op die manier hun werk uitoefenen en helemaal niet op de voorgrond willen. Toch zijn er veel sterren die ooit zelf achterin op het podium stonden. Whitney Houston is daar een goed voorbeeld van. Die was ooit achtergrondzangeres bij Aretha Franklin. Crystal, die vroeger volgens mij bij Doe achtergrondzangeres was en die nu natuurlijk ook een fantastische eigen carrière heeft. Madonna, zelfs Madonna is begonnen als achtergrondzangeres. Andersom kan het ook. De bekende Amerikaanse artiest Michael McDonald vond het leuk om bij andere groepen, zoals Toto, op de achtergrond te zingen. Hoor je hem? Dit is Michael McDonald. En popgroep ABBA kreeg vaak zijn specifieke sound door een palet van achtergrondzangers. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Let me know. Dat is wat het koortje doet. Dus volgend jaar gewoon een team van achtergrondzangers naar het Songfestival. Wauw, wat een stemmen, joh. Mandy Huids. Ik was altijd zo verliefd op haar. Ja? Frissel Sissel. Ze is nog steeds zo mooi. Prachtig. Prachtig. Goed, hoewel de golven hier misschien wat minder hoog zijn dan op Hawaii, in Amerika of Australië, het mag de